Otto Voerman, conservatoriumstudent. Zijn familie woont in Zwolle. Hij kwam hier regelmatig studeren. Doodsoorzaak, gebroken nek. Waarschijnlijk door een klap met de vleugelklep. Misschien wilde hij kijken waar het geluid vandaan kwam, is die klep gewoon op zijn kop gevallen. De klep is ettelijke malen op zijn schedel terechtgekomen. Zoiets doe je niet in je eentje. Tijdstip van overleden? Gisteravond tussen 7 en 10. Er zijn sporen van hand gemeen, maar dit is vreemd te koop. Nou, heb je daar een verklaring voor? Alsof de klep boven de toetsen hard op die hand is gedrukt. Had jij nog iets? Oké. Mag je je voorstellen, mijn assistent Paula Ducas. De kok met COCK. Dick Flera, zijn assistent. De dokter, een eigen assistente. De kok. Meneer Kerkhoffs, de eigenaar van de zaak, is een beetje overstuur. Hij heeft het slachtoffer gevonden. Nog een paar maanden, dan was hij klaar geweest. Hebt u hem gisteravond nog gezien? Alleen gehoord. Ik woon niet boven de zaak en via de lichtkoker kan je alles goed horen beneden. Maar hoe laat was dat? 8:30. Ik eet woensdags altijd bij mijn zus tot 8:30. Toen zat hij al te spelen tot 9:30. Ja, maar hebt u dan na 9:30 nog iets gehoord van een vechtpartij of zoiets? Ja. Hoe is hij binnengekomen? Ze hebben 4:30 een sleutel. 4:30? De studenten die ik hier laat studeren. Ja, maar u heeft Otto niet gezien. Weet u dan zeker dat hij het was die speelde? Natuurlijk. Otto die heeft een hele eigen speelstijl. Wat speelde hij? Van alles. Wat speelde hij? Liszt-sonate. De B-mineur of de Dante-sonate? Dante-sonate? Ja, dank u. Waar kunnen wij die andere 3 studenten bereiken? Het beste bij het conservatorium. Bij Anna. Of bij zijn pianodocent, Alexander Rupsamen. Rupsamen. Dank u wel. Als het waar is wat hij zegt, is Otto pas na 9:30 vermoord. Dan heeft hij dus geen alibi. Toch vind ik het knap dat je kan horen wie dit speelt. Ach. Speel jij piano of zoiets? Piano? Ik? Nee. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Geen pedaal, nergens pedaal. Alleen aan het slotakkoord hebben we die laatste maat rust. Ga maar door. Ja. Meneer Rupsamen. De kok met COCK. De collega Fledder. Recherche. Recherche? Rupsamen, wat kan ik voor u doen? We zouden u graag even spreken. Je moet dat nu, ik... Huh? Nou ja, goed, dan ga jij door met dit stuk en let vooral op de ritmiek. Huh? En geen pedaal. Otto Voerman, is dat een leerling van u? Ja. Hij is overleden. En we hebben reden om aan te nemen dat hij is vermoord. Wat is er gebeurd? Waar? In Christofori. Gisteravond. God, wat verschrikkelijk. En wat nu, weet Anna dat al? Anna? Zijn vriendin. Ook leerling van het conservatorium. Ja, zij maakte altijd uit wie er bij Christofori terecht kon en wanneer. Er waren toch 3 leerlingen met een sleutel? Ja, Jelle en Gregor en Anna natuurlijk. Maar die zijn toch niet verdacht? Nou, we zouden ze graag even willen spreken. Jelle en Gregor weet ik niet, maar Anna heb ik het laatst gezien bij Harmonielijn vanmorgen. God, wat erg voor dan. Ik vroeg me ook al af waar die bleef gisteravond. Waar? Hier in het conservatorium. Dat was een masterclass door Lermontov. Directie, een beroemdheid. En hoe laat? 8:00. Had Otto vijanden? Nou, nee, nou ja, goed, vijanden. Hij plaagde graag. Vooral wie minder talent had dan hij. Dus eigenlijk iedereen. Heeft u daar een concreet voorbeeld van? Nou, ik wil niet graag iemand verdacht maken, maar...
De grote Viotta-prijs waar hij voor moest voorspelen aanstaande zondagmiddag. Die had hij met vlag en wimpel gehaald. En dat werd hem niet door iedereen gegund. Door wie niet? Anna. Ja? Anna, er is iets met Otto. Ja. Hij is dood. Nee, dat kan niet. Meneer Rupsamen, kunt u mij de gegevens van die twee andere leerlingen verschaffen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gaat het? Ja. U studeert ook in Cristofori? Ja, zo nu en dan. Piano is mijn bijinstrument. Maar ik regel meer de tijden zo'n beetje. We hebben een eigen hoekje op het prikbord. Oh, dus iedereen kon weten dat Otto gisteravond in Cristofori was? Uh-huh. Ah. En waar was u gisteravond? Hier, op het conservatorium. Bij de masterclass van Lermontov. Ik speelde mee. Hoe laat was dat? Van 19:30 tot 22:00. En daarvoor heb ik een vriendin opgehaald en geprobeerd mee naar binnen te krijgen, maar dat lukte niet. En Jelle en Gregor? Ja, die heb ik ook gezien. Gregor die kwam natuurlijk te laat. Alleen Otto kwam niet opdagen. Maar nu begrijp ik wel. Hier zijn de gegevens waar u om vroeg. Mm-hmm. Goed. Ik dank u beiden. Gregor stond op het prikbord, niet Otto. Gregor, die zou naar Cristofori gaan. Dus niemand wist dat Otto die avond bij Cristofori studeerde? Maar ja, Gregor wel, want die had met hem geruild natuurlijk. Gregor Mikes? Ja, dat is een student uit Hongarije. Misschien hadden ze het op hem voorzien. Ze? Wie bedoel je? Hij heeft hele gekke vrienden van die Oostblok-types. Dank u. Jij zorgt dat je lekker buiten school blijft en ik moest al het risico nemen, ja, of niet? Met jouw koffie drinken is nog risico. Ach man, je wist dat het link was en je hebt gewoon je stomme kop gehouden. Je bent een lul, Mikes. Een grote lul. Goedemiddag. Ook goedemiddag. Gregor Mikes? Ja. En u bent van de politie? Otto vermoord. Zie. Ja, ik wist dat de mensen de pest aan hem hadden, maar zo erg. Er was hij net iemand die de pest aan u leek te hebben. Jelle. Ah, er is niks aan de hand. Kijk, als de ziel van een vurig man overkookt, dan vloekt hij. Ja, is dat Jelle van Delft die ook in Cristofori mag repeteren? Ja, maar of dat veel helpt, dat weet ik niet. U moest er gisteravond toch ook spelen? Ja, ik had met Otto geruild. Ik dacht net nog, stel dat ik daar gezeten had, dan had ik hier nu helemaal niet geweest. Oh, is er iemand die een reden heeft om u te vermoorden? Mij. Ja, waarom zou iemand mij nou willen vermoorden? Iedereen houdt van mij. Waar ging die ruzie er net over? Jelle zou voor mij wat bladmuziek meenemen uit Budapest, want die importeer ik. Maar ja, hij heeft zich laten bestelen, dus alles weg. Dikke penis voor mij. Ze studeert en u werkt. Ja, als je geen studiebeurs krijgt, dan moet je wel. Geluidsopnametjes, optredens, als het maar geluid geeft. Otto heeft ook wel eens wat voor mij gedaan. Otto? Ja. Kijk, voor geld kon je Otto op de piano tekeer laten gaan zoals je wou. Beschafte barmuziek, winkelmuziek, kleider, maar noem maar op. Hé, hey, als u een leuk feestje heeft of zo, dan kan ik misschien voor de muziek zorgen. Dan maak ik nog een leuk prijsje voor u ook. Waarom heeft u met Otto gewisseld? Omdat Anna dat vroeg. Die regelde dat. Wat deed u gisteravond?
tot 7:55 heb ik geborreld met de directeur van het Diepenbrock Hotel. Ja, die heb ik trouwens nog een pianola gesmeerd. En daarna vlug naar die conservatorium voor de masterclass van Lermontov. Dat is trouwens een dirigent van niks. Middag, heren. De commissaris wil u spreken. En dit is van de feestcommissie Lijnbaansgracht. Verder Oldersma geeft een afscheidsfeest in verband met zijn vertrek bij de politie. Ja, dan zal ik ook een feestje geven. Wie is dat, Oldersma? Verder Oldersma. De assistent van Buitendam van vorig jaar. Hij heeft een goede baan gekregen bij security service. Goh. Ze willen dat we wat doen, een liedje of zo. Hij is heel muzikaal. Ja, Dick. Triangle bijvoorbeeld. Hé, hey, iets simpels. Je moet iemand vragen die hoopt op een goed baantje bij meneer Oldersma. Ja. Ah, de kok. Kom eens uit. U wilde me spreken? Ja, ga even zitten. Zit er al schot in die zaak van die vermoorde muziekstudent? Nou, we zijn pas een halve dag aan de gang, wat dacht u? Nee, tuurlijk niet. Geen ijzer met handen. Alle begrip. Gewoon even bijpraten. Ach, kan ook een andere keer. Eruit dan maar weer. Nou, ik... Even in vertrouwen. Ik heb een baan aangeboden gekregen van Oldersma. Bij de security service. Waarom vertelt u me dat? Wie moet ik het anders vertellen? Heb je al beslist? Nee, nog niet. Het zou me spijten. Ben je er nu al uit? We zijn ook met z'n tweeën. Te beginnen met zijn handen. Iemand heeft inderdaad de klep boven de toetsen hard op zijn handen geslagen. Wie gaat er nou zitten wachten met zijn handen tot iemand die klep erop ramt? Geduld, jongeman. Bij het slachtoffer is pepperspray in het gezicht gespoten. Hm. Kijk, iemand die piano speelt is gemakkelijk van achteren te benaderen. Ja, en dan een wolk pepperspray in het gezicht en hij is aan je overgeleverd. Hm. Dan krijg je nog wel een vechtpartij met een wind te moorden. Trouwens, compliment voor Paula hier. Zij heeft de pepperspray ontdekt. Zo. Ik zal maar uitkijken, dokter. Straks gaat uw assistent u nog voorbij. Dan zou ik heel trots zijn. Want wat is er mooier voor de meester dan overtroffen te worden door zijn leerling. Maar dat zit er bij jou voorlopig niet in, lijkt me. Een pianist zijn hand verminken. Het is me nogal wat. Ja, dat doe je niet als je iemand wilt vermoorden, lijkt me. Misschien wilde de moordenaar de daden laten leiden. Pepperspray. Dat gebruik je als je niet herkend wil worden. Of uit zelfverdediging. Dus het lijkt me dat de dader Otto niet wilde vermoorden. Een compliment voor Fledder hier. Nee, je maakt gewoon een nieuwe tekst op een bestaand liedje. Alsjeblieft, zeg. Van die slappe rijmelarij op een of ander sloom deuntje. En dan de gasten van zo'n stom papiertje meezingen. Dat is nou juist het slimme. Zij zijn de klos en jij laat je lekker aan de bar vollopen. Maar aan jullie heb ik echt helemaal niks. Weet je wat dat goed is? Yesterday. En daar past Oldersma precies in. Oldersma. Verder gaat nu heel ver weg van hier. Het rijmt niet. De kok, Jelle van Delft zit beneden. Zal ik hem naar boven halen? Nou, als een van jullie er tijd voor heeft. Graag.
Anna is er helemaal kapot van. Ik ook trouwens. Maar zondag kan daarentegen weer een hoogtepuntje voor u worden. Volgens het parool maakt u dikke kans om de Viottaprijs te winnen. Nou, ik denk dat de jury mij te braaf vindt. Te braaf? Ja, te keurig. Ruud Samen zegt altijd, bij jou hoor je vooral de noten en maar zelden de muziek. Oh, dat klinkt treurig. Was u jaloers op de voerman? Ja, ik vond het een lul. Maar dat is nog geen reden om iemand te vermoorden. Nee, integendeel. Als muzikus was Otto onweerstaanbaar. Rupsame man. Die was idolaat van Otto. Idolaat? Verliefd? Nou, wat talent dan. Voor Rupsame is het treurig. Heeft hij eindelijk een leerling van wereldformaat, neemt hij de benen. Neemt hij de benen? De man is vermoord. Ja, nee, daarvoor. Otto en Rupsame hadden ruzie. Otto zou bij hem weggaan. Voor een pedagoog is dat gezichtsverlies. Wordt hem nu bespaard. U had toch ook ruzie vanmorgen met Gregor? Nou, wat heeft dat met Otto te maken? Dat is een kans dat de dader Gregor wilde vermoorden. Gregor? En nu denken jullie dat ik vanwege die ruzie met hem... Nou, wij denken nog niks. Wij proberen de moord op te lossen. Ik zou voor hem bladmuziek ophalen in Boedapest. Bij een of andere failliete drukkerij uit de communistische tijd. Kom ik daar, zat daar een stelletje corrupte politie op hem te wachten. Auto in beslag genomen, muziek weg... En ik moest mee naar het bureau. U heeft het gelukkig overleefd. Ja, maar mijn auto is mooi pleit en ik vind dat hij die moet vergoeden en daar ging die ruzie over. Tot hoe laat was u gisteravond op het conservatorium? Tot het eind. Uur of 10, 10:30. Die rust u was fantastisch. Huh? Hebben jullie Kerkhoffs al doorgezaagd? De eigenaar van Christofori? Waarom? Omdat hij nogal teleurgesteld was in Otto. Vertel me. De winnaar van de Viottaprijs mag een vleugel aanschaffen. En Kerkhoffs liet ons bij hem studeren in de hoop dat we die bij hem zouden kopen. Maar Otto die zei dat hij naar de concurrent zou stappen. Waarom? Ja, zo was Otto. Gaat u een vleugel bij Kerkhoffs kopen? Nou, als ik win natuurlijk. Oh, maar daar ben ik van overtuigd. Wat vond jij van hem? Ja, hij maakt iedereen verdacht. Hij heeft een alibi. We zijn trouwens allemaal in die masterclass. Behalve Kerkhoffs. En die heeft een motief. Iemand vermoorden omdat je geen piano bij hem wil kopen? Ah, hallo, die dingen kosten bijna een ton. Moest er morgen maar eens een luistertest gaan houden bij Kerkhoffs. Luistertest? Ja. Huisconcert. Eens kijken of je echt kan horen wie dit speelt. Oké. Ga je gang. Dit is Jelle. Jelle. Oké. Gregor. Gregor. Dat is goed.
In de rupsamen. Komt u binnen? Dit is Anne. Dat is gek. Ik weet niet wie dat is. Geen idee wie dat is. Is er soms iemand bijgekomen? Bedankt. We zijn klaar. Mag ik u verzoeken de zaak te verlaten? Kunnen wij elkaar zo nog even spreken met het bureau? Natuurlijk, natuurlijk. Is Jelle de vriend van Anne? Dat wisten jullie niet? Al maanden. Wie was dat? De laatste die net speelde. Meneer Ripsau. Oh, god. Die stond hier gisteren ook al voor de deur. Ik krijg hier een wat onheimisch gevoel. En misschien is dat de bedoeling. Nee, integendeel. Ik moet u overigens nog bedanken voor uw hulp van zojuist. Oh, een kleine moeite. U kwam toevallig langs? Ja. Bij Christofori bedoelt u, ja. Ik ben al dagenlang op zoek naar een bepaalde pianopartituur. Kerkhofs, daar is de enige die me kan helpen. Oh, ja. Klopt het dat Otto van plan was op te houden met lessen bij u? Ja. Ja. Jammer? Jammer? Ja, jammer, ja. Ach, zoiets is altijd emotioneel. Hè? Maar zo'n jongen die wil verder. En een goede pedagoog die wil niks liever dan dat zijn leerling zich blijft ontwikkelen. Bent u een goede pedagoog? Ja. Ja, ik geloof het wel. Hoewel van de lessen aan hem heb ik meer geleerd dan hij. Maar echt aardig was hij niet. Aardig? Aardig? Wat is nou aardig? Wat moet zo'n uitzonderlijk talent met aardig? Mensen moeten niet zo zeuren. Anna voorop. Ja, Anna. Waarom zei je tegen ons dat Anna de vriendin was van Otto? Zeker. Dat was een verspreking. Ze waren ook al zo lang samen, hè? En Anna was dol op hem en hij op haar. En weet u waarom die relatie is geëindigd? Ja, hij heeft haar op een keer bij een uitvoering, een demonstratie, zo begeleid dat ze wel af moest gaan. Hij verwisselde voortdurend van tempo. En hij zette de hele boel in een andere sleutel, een andere toonsoort. Ongelooflijke klerenstreek. Ja, maar dat deed hij zo virtuoos. Daar moest je gewoon bewondering voor hebben. Maar dat was dan wel het einde van de relatie. Ja. Maar nogmaals. Anna was dol op Otto. Ik kan me niet voorstellen dat zij hem iets zou hebben aangedaan. Het lijkt wel of u haar wilt beschermen. Beschermen? Dat impliceert meteen weer zo'n beschuldiging. Dank u. Ik vertrouw die gozer niet. Maar hij houdt wel van zijn vak. Ja, nou in. Nou, dan vermink je toch niet de handen van een pianotalent... Gaat het? Ja. Hoe gaat het met Vledder? Goed. Oldersma was ook een goede assistent. Wordt nu hoofdsecurity van een groot bedrijf. En gaat 3 keer zoveel verdienen als ik. U toch ook als u daar naar binnen gaat? Ja. Nou, is toch mooi? Mooi.
Het geld kan me gestolen worden. Het gaat mij om het idealisme, de waarde van een vak. Des te meer reden om hier te blijven. Dus je doet het. Heb ik een keus? Goed, we zitten vast. Iedereen heeft een alibi in deze zaak. Behalve Kerkhoff zat iedereen tussen 9:30 en 10:00 in het conservatorium. Zelfs voor die masterclass hebben ze allemaal een alibi. Jelle zat op de hoeken pizza te eten. Ja, voor zover zo'n pizzabakker dat kon onthouden natuurlijk. De vriendin van Anna was nerveus, maar bevestigde dat Anna tot 9:30 bij haar was. Ruup Samen was alleen op school. Maar ja, we hadden al gezegd dat hij niet echt een motief had. Alleen Gregor heeft een keihard alibi. De directeur van het Diepenbrock Hotel heeft tot zijn spijt een pianola gekocht. Wat als Kerkhoff liegt, dat hij Otto tot 9:30 heeft horen spelen? Ja, maar waarom zou hij liegen? Het maakt hem alleen maar verdachte. En aan een pianist met gebroken vingers verkoop je zeker geen vleugel. Ja, die verminkte handen. Wie zou dat nog gedaan kunnen hebben? Lijkt mij iets voor een Hongaar. Waarom? Ik heb geen idee. Emotie, temperament, Hongari. En pepperspray? Is dat ook al voorbehouden aan Hongaren? Nou, laten we maar beginnen met Anna. Mevrouw Smulders, wij dachten in eerste instantie dat u een relatie had met Otto Voerman. Nou, dat dacht u dan verkeerd. Ja, wij hebben begrepen dat het laatste optreden met Otto voor u nogal vernederend is geweest. Podiumervaring noemen ze dat toch? Podiumervaring? Om af te gaan in een volle zaal. Welke zaal was het? De Bachzaal. Ik was toen gewoon heel erg kwaad. Ik vond dat het Otto zijn schuld was. Maar eigenlijk ligt het aan mij, want in muziek ben ik gewoon 6 min. En dan ben ik nog op mijn best. U bent al net zo bescheiden als uw nieuwe vriend. Toen u hoorde dat Otto dood was, toen zei u, dat kan niet. Waarom? Hoezo, waarom? Ja, alsof u iets anders verwachtte. Nee, ik verwachtte niks. En vervolgens wees u meteen naar Gregor Mikes? Het kon toch dat een of andere Hongaar het op hem had gemunt? Hij was de enige die wist dat Otto en Christofori speelden. Nee. Nee, u wist het ook. Sterker nog, u had het zelf geregeld met Gregor. Juffrouw Smulders, bent u in het bezit van een busje pepperspray? Pepperspray? Nee. Nee. Ooit gehad? Nee. Vindt u het goed dat wij uw tas laten onderzoeken door het gerechtelijk laboratorium? Die kunnen namelijk nagaan of er ooit zo'n busje ingezeten heeft. Oké. Ik had zo'n busje. En ik zei gisteren dat kan niet omdat ik Otto springlevend had achtergelaten in Christofori. Hoe laat was dat? 7:00. Ik wilde nog 1 keer met hem praten. En waar ging het gesprek over? Of hij zich wilde terugtrekken zondag. Met de Viottaprijs. Waarom zou je dat doen? Omdat Jelle geen schijn van kans maakt tegen hem. En omdat hij dus zonder die prijs ook wel komt. Maar hij deed zo lullig. Hoe? Hij zei dat ik helemaal niet voor Jelle kwam, maar voor hem. Dat het allemaal smoesen waren om hem te achtervolgen. En dat hij me niet meer moest. En hij speelde gewoon door. En toen heb ik met de klep op zijn handen geslagen. En toen? Hij werd woest. Hij vloog me aan en toen heb ik met die spray in zijn gezicht gespoten. En ben ik de winkel uitgerend. En toen leefde Otto nog? Ja. Huilend van de pijn. En ik dacht nog, pianisten genoeg op de wereld. Mevrouw Smulders, we zullen u moeten vasthouden.
Ik heb Otto niet vermoord. Weet uw vriend het? Dat u nog steeds van Otto houdt? Ja. Ik heb nooit geweten dat je sporen van pepperspray in een damestas kan terugvinden. Nee, ik ook niet. Beetje bluf. Heren, vandaag levende muziek. Een echt pyramid noem ik tenminste levende muziek. We hebben met z'n allen gelapt. Tante Jans is jarig. Ach. Tante Jans. Gezondheid, jongens. Proost. Daar ga je bij. Heeft ze het gedaan? Anna? Na zo'n halve bekentenis moet ik wel vasthouden. Louis, ik heb een vraag. Een vrouw heeft een vriend. Ze heeft een hekel aan die vriend. De man is pianist. Ze slaat zijn vingers aan gort, maar wat doet ze daarna? Genieten. Dat hij niet meer spelen kan. Niet vermoorden? Nee. Nee, er is de lol eraf. Daarbij, we zitten met het alibi. Ze kan het helemaal niet gedaan hebben. Het alibi. Otto heeft van 9:30 tot 9:30 op die piano zitten spelen. Met kapotgeslagen vingers, zeker. Dan heeft Kerkel zitten liegen. We gaan naar Kerkhof. Goed, wist ik. En ik wil die Gregor op het bureau hebben. Waarom? Doe nou maar. Blijf je Jij zei dat je op de dag van de moord een pianola had verkocht aan het Diepenbrock Hotel, is het niet? Ja. En die dingen spelen niet meer op papieren rollen of boeken zoals draaiorgels, maar op zo'n schijfje, zo'n floppy. Mm-hmm. Jij maakt deze floppies ook voor feesten en partijen. Zei je niet dat Otto ook wel eens die floppies voor je vol speelde? Ja. Kerkhofs heeft zo'n pianola in de zaak staan. Ja, ik verkoop ze via Kerkhofs. Dat ding komt bij mij, ik speel er wat van die floppies in en dan gaat het... Wacht even. Wie speelt die floppies in? Ja. Jij of Otto? Ja, ik, Otto, Mickey Mouse, wat maakt dat uit? Luister even, ik heb Otto niet vermoord. Nee, dat denk ik ook niet. Daar heeft Kerkhofs naar zitten luisteren. Ja, maar iedereen had van die floppies. Ik bedoel, ik maakte ze voor iedereen. Dus voor die pianola naar de koper gaat... Komt eerst bij jou? Ja. Ja, ik heb hier niks mee te maken, meneer de kok. Nu wel, Gregor. Je moet iets voor mij doen. De zaak van Kerkhofs is weer open, hoor ik. Jawel. En hij vertelt aan iedereen die het wil horen waar die pianola staat. Ah, succes. Oh ja, ik heb het... aanbod van Oldersma afgeslagen. Ja. Waarvoor? Ik
Kunt u mij verbinden met Verlinde op de Brouwersgracht? Waar moesten Fredder en Pins naartoe? Een bandje ophalen. Ze gaan playbacken bij Oldersma. Ja, ze heeft hem omgeluld. Vraag me niet hoe. Ja, Hans, Sky is hier. Zeg, het is een orde, ze doen het. Als Marianne Weber en Frans Bauer. Wat spijt me. Frans. Jij moet heel erg oppassen, Keizer. Ja, ik weet wel even keurig geregeld. Goed. Nou, dan nu maar afwachten wie erop afkomt. Appie? Nou, dat ga ik natuurlijk de hele tijd horen. Wat maakt dat nou uit? Dan gaan ze mij Marianne noemen. Interesseert mij wat. Dan gaat het lekker zelf mee doen als Harry Belafonte of zo. Ik begrijp niet waarom het Jaap gezegd. Ja, ik was ook stom verbaasd. Dan moet je ophouden, echt waar. Ach, kom nou zeg, je dacht nog niet dat ik het rond zou gaan bezuinigen. Oh, dat denk ik van wel, ja. Ik zou er trots op zijn als ik zo zou kunnen spelen als jij. Het schijnt dat Oldersma buiten dan voor een baan heeft gevraagd. Is dat zo? Het schijnt. Heeft hij jou niet gevraagd, Oldersma? Nee. Ze hoeft niet alles te weten. Alleen omdat je moeder het niet goed genoeg vond. Ja, ik heb nee gezegd. Wel voordat hij me kon vragen, hoor. Zo bang was ik dat ik ja zou zeggen. Daar komt iemand. Meneer Rupsama, wat is er eergisteravond in Christofori gebeurd? De deur stond open. Ik hoorde Otto spelen. Ik stond te luisteren. Formidabel. Anna komt binnen. Ze kregen ruzie. Dat was heel pijnlijk. Doe nou eens één keer in je leven iets voor iemand anders. Nou, even geen smoesjes. Jij komt hier helemaal niet voor Jelle. Jij komt hier voor mij. En ik moet je niet. Hou op met spelen. Luister nou. Hou op met spelen. Otto,
Jongen, toch. Kom jij ineens vandaan, man? Ik hoorde je spelen. Ik wil met je praten, Otto. Ga jij nou ook al aan mijn kop zeuren? Sorry met roepen. Ik wil je alleen maar helpen, Otto. Iedereen die wil hier wat van me. Ik ben het gezeik over liefde talent helemaal zat. Dat talent heb ik bij je ontwikkeld. Egocentrische rotzak. Je bent toch geen leraar, man? Je bent een parasiet. Oh ja? Ik leer geen reet van jou. Oh nee! Alles heb je mij te danken. Alles. Het is allemaal door mij gekomen. Alleen door mij. Alles. 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 Eigenlijk waren er twee daders. Artiesten, hè. Blijven gek. Ze hielden van die jongen. Ja. Anna van de mens en Ruup Samen van zijn talent. Wist jij dat het Ruup Samen was toen we die vuil zetten? Nou. Nou, hou nou toch op zich. Dat kon je toch helemaal niet weten? Even uitspreken. Ik had een vermoeden. Ja. Ik realiseerde me pas vrij later die steeds naar Anna wees. Hij wist namelijk dat ze er geweest was. Oké. Okay. Nou ja, beter later nooit. Ja. Nou ja, met jouw realiseerde me ook pas vrij laat. Wat? Hij weet heel veel over muziek. Ik was vergeten dat jouw moeder jou pianoles gaf. Toch? Gevoelige snaren.